77 jaar geleden vond Operation Market Garden plaats. Elk jaar wordt deze gebeurtenis in stijl herdacht, zo ook in Klein-Amerika bij Groesbeek. 24 parachutisten zijn veilig geland, 1 vrouw en 23 mannen. We hebben vandaag gesprongen op dropzone Nan, waar de Amerikanen zijn geland, tijdens Market Garden. Deze aankomende dagen herdenken we Market Garden. En wij zijn daar onderdeel van als Paragroep Holland, om daar dat te ondersteunen met parachutesprongen, zoals ze in die tijd ook hebben gedaan. De operatie toen was onderdeel van de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geallieerde parachutisten werden toen ingezet om belangrijke plaatsen te veroveren op de Duitse bezetter. Bij de herdenking waren ook kinderen aanwezig. Volgens Jens Jansen van der Slichten is dat een goede zaak. Ik denk dat het voor de jeugd dan ook heel belangrijk is om dat door te geven, wat zich hier heeft afgespeeld in Nederland. En voor de mensen hier geland zijn. En dat moet ook zo blijven. Dus daarom proberen we het elk jaar in stand te houden. De herdenking liep wel wat vertraging op door mistig weer boven Breda. In verband met corona waren er dit jaar geen veteranen aanwezig.